Goedenavond allemaal. Ik ben Margaret Bredewoud en ik ben hier in het dorpshuis in Wezep. En er wordt vanavond een avond georganiseerd over het jeugdbeleid. Tegenover me zit mevrouw Bouwmeester, Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Kun je vertellen wat de reden van jouw aanwezigheid is hier vanavond? Ik ben uitgenodigd door de Partij van de Arbeid in Wezep om te spreken over jeugdvoorzieningen. Maar ook over jeugd en genotsmiddelen, dus het alcohol- en drugsgebruik hier van de jeugd. Vanavond zal ongetwijfeld het alcoholbeleid aan de orde komen. Wat is het standpunt van Den Haag over het alcoholbeleid en de zogenaamde keten? Nou ja, kijk, wij vinden het prima als jongeren bij elkaar komen in keten. Maar dat overmatig zuipgedrag, waarvan we weten dat dat de hersens aantast, met name bij jonge kinderen, dat moet gewoon stoppen, want je verzuipt gewoon je toekomst. Schooluitval is heel groot, dus daar moeten we wat aan doen. Dat bepalen we niet in Den Haag, maar dat is echt lokaal beleid. Maar we kunnen elkaar wel helpen. Oké, en hoe staan de gemeenten hier tegenover, tegen jullie standpunt? Nou, wij merken dat heel veel gemeenten wel heel hard roepen, we moeten er wat aan doen, want het is schadelijk voor de gezondheid. Maar ondertussen doen ze echt nog te weinig. Dus wij vinden dat gemeenten een stapje harder moeten lopen. En wat zouden ze volgens jullie moeten doen? Nou, het probleem met die drankketen is vaak, wat wij horen, is dat jongeren zeggen, ja, we vervelen ons, dus we gaan het flink op een zuipen zetten. Nou ja, dat is natuurlijk een hele verkeerde instelling, dus daarvan zeggen we, gemeente biedt een alternatief voor jongeren. Hè, we weten bijvoorbeeld, in kampen heb je frisketen, die schijnen heel goed te werken, of allerlei andere alternatieven. Maar je moet ook gewoon met de jongeren in gesprek gaan, van joh, met z'n allen in de keten zitten is prima, maar als je te veel drinkt, dan schadt het je gezondheid. Maar ook als je die keten verlaat, dan is er sprake vaak van verkeersongevallen, overlast, geweldsincidenten. Dus uiteindelijk heeft niet alleen de jongeren zelf daar last van, maar ook de hele stad. Kijk, dat wil natuurlijk niemand en daarom moet je er wat aan doen. En had je het net over kampen, een voorbeeld uit kampen of een keten. Hoe ziet dat er daaruit? Wat zijn positieve punten daarvan? Nou, daar komen jongeren bij elkaar in een nagebouwde keten eigenlijk, waar alleen maar fris wordt geschonken. Dus waar ze een hele leuke avond hebben. En bij elkaar kunnen komen, maar niet als gevolg van alcohol of heel ziek worden of verkeersongelukken veroorzaken of overlast en allerlei andere ellende. Dus ja, dat is gewoon op een leuke manier bij elkaar komen. Ja. En dit soort ideeën, worden dat ook besproken met de jongeren zelf? Ja, daar is het besproken met jongeren zelf, want het gaat er natuurlijk over dat niet de politiek iets voor de jongeren bedenkt, maar dat de jongeren het zelf bedenken en tegen de politiek zeggen dit willen we. Mm-hmm. Het moet wel een wisselwerking zijn, want dan krijg je ook echt een alternatief. Ja, en dus dit is eigenlijk het idee wat jongeren zelf hebben voorgedragen. In kampen hebben ze het zelf voorgesteld, hebben ze het samen met jongerenwerk hebben ze het opgezet. En dat zou natuurlijk heel mooi zijn als dat in heel Nederland navolging krijgt. Ja, ja. Merk je ook verschil tussen drankgebruik in gemeenten, zeg maar, op het platteland of in gemeenten waar veel steden zijn, is daar verschil tussen? Ja, je merkt er verschil tussen. Je merkt op het platteland dat heel veel jongeren bij elkaar in keten zitten die... Ja, ook wel eens, hoe erg het ook klinkt, echt zuipketen genoemd worden. Van, we zuipen ons even flink klem in een korte tijd. In de stad zie je vaak dat het in kelderboxen plaatsvindt. Dan heb je meer de briezersletjes, mm-hmm. Wat natuurlijk ook echt ontzettend erg is. Maar over het algemeen kan je wel zeggen dat overal heel veel gedronken wordt. Alleen de plek waar en de hoeveelheid, die verschilt wel van platteland en stad. En nou is dit een onderwerp wat vanavond aan het orde komt. Wat hoopt u vanavond dat de uitkomst zal zijn of wat... in ieder geval besproken zou moeten worden? Nou, ik hoop dat mensen inzien van dat alcoholgebruik, maar ook het drugsgebruik onder jongeren is enorm hoog. Het is een hele belangrijke reden voor schooluitval, dus je verpest als jongere je eigen toekomst. En het is heel erg belangrijk dat zowel ouders als jongeren, als het gemeentebestuur ervan doordrongen zijn wat de ernst is van het probleem. En ook zelf inzien van, nou, dan moeten we alternatieven bieden. Wat kunnen we zelf? Daar begint het mee. En vervolgens, waarbij hebben we Den Haag nodig? Wat kan ik dat weer meenemen? Ja. En wat zouden middelen kunnen zijn die Den Haag kan leveren om hier het drankgebruik tegen te gaan? Nou, je hebt bijvoorbeeld, kijk, wat heel goed werkt, is gewoon een goed lokaal jeugdbeleid. Alternatieven bieden voor de drankketen, maar ook gewoon voorzieningen. Zorgen dat jongeren kunnen sporten, dat ze bij elkaar kunnen komen. Dat je snel ziet van, er is een jongere waar het niet goed mee gaat. Daar moeten we nu bij ingrijpen om te voorkomen dat ze of bij jeugdzorg komen of erger nog bij de politie. Hè, en uiteindelijk in een jeugdgevangenis terechtkomen. Dat is één. Maar wat ik graag van de gemeente wil horen is, hoe gaan ze dat doen? En waar lopen zij nou tegenaan waar ik wat in Den Haag aan kan doen? Dat weet ik op dit moment nog niet. Nee. Dus misschien dat ik dat vanavond hoor. Oké, dus het is niet zo, zeg maar, dat er vanuit Den Haag is gezegd van we kunnen middelen qua geld of zoiets leveren. Er moet eerst een plan komen van de gemeente voordat
daaraan voldaan kan worden. Ja, precies. Want een zak met geld geven aan de gemeente is natuurlijk nooit de oplossing. Mm-hmm. Want dan weet je niet dat het juiste wordt gedaan. Maar wat we wel vanuit Den Haag hebben gezegd, er is een pilot handhaving drankhokken en keten. Dan kunnen gemeenten zich gratis aanmelden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En dan worden ze geholpen met het opzetten van een ketenbeleid. Dus hoe kun je nou zorgen dat jongeren op een verantwoorde manier naar die keten gaan. Dus dat er niet zoveel gedronken wordt. En dat er wordt gekeken van als ze te veel drinken of aan de drugs zijn, wat kunnen we dan daaraan doen? Maar gek genoeg zijn er heel weinig gemeenten die zich hebben aangemeld. In ieder geval gemeenten uit deze regio niet. Dus ik zou hopen dat ze zich aanmelden, omdat ze gratis steun en advies krijgen. Waar ze zelf ook wat van kunnen leren. En wat is de reden dat in deze gemeente er minder aanmeldingen zijn? Nou, de reden waarom gemeenten zich niet aanmelden, we hebben twee dingen gehoord. Eén is, als wij zeggen van we willen wat aan de drankketen doen, dan krijgen we ruzie met bewoners. Mm-hmm. Dan krijgen we ruzie met jongeren en daar hebben we allemaal geen zin meer in. En het tweede is, dan moeten we een alternatief bieden en dat kost ons als gemeente geld. Nou, het zijn allebei oneigenlijke redenen, want ten eerste moet de gezondheid van alle inwoners nummer één zijn. En daarnaast wil niemand overlast. Ik bedoel, ik neem aan dat elke burgemeester klaagt als jongeren verkeersongelukken veroorzaken door alcohol of de boel vernielen of elkaar aan elkaar slaan. Nou, daar heeft niemand wat aan. Dus dat zal alleen ook al een reden moeten zijn om het alternatief te gaan bieden. Oké, en je zei net van dat ze bang zijn voor ruzie met bewoners, hè, met jongeren. Heeft dat ook te maken met een bepaalde cultuur in een bepaalde plaats, dat ze daar bang voor zijn? Weet je dat zo? Nou ja, alcohol is heel erg algemeen geaccepteerd. Heel veel mensen zeggen, dat deden we vroeger ook. Alsof het vroeger niet schadelijk was. Ik bedoel, we weten nu hoe schadelijk het is, beter dan vroeger. Maar het zit zo doordrongen in heel veel samenlevingen. Er is een feestje, er wordt alcohol gedronken. Het is oud en nieuw, lang leven de lol, suip je maar klem aan champagne. Dus het is zo'n algemeen goed dat dronken zijn, dat kan, dat is lachen. Kijk, en die norm moet om. Onder de 16 geen alcohol en daarboven kan best, maar dan wel verantwoord. Daar moeten we naartoe, daar is ook helemaal niks mis mee. En is het hier, is die norm hier anders? Want je geeft net aan van dat het hier meer geaccepteerd is om te drinken. Is dat hier anders dan in andere plekken in het land? Nou, ik denk dat het op het platteland meer een cultuur is ook. Hè, van we dronken met z'n allen in de keten of op andere plekken. En dat is nu eenmaal zo. In de stad is het wel iets meer doordrongen dat het niet helemaal normaal is. Zit het niet zo heel erg in een cultuur. Maar het maakt eigenlijk niet uit of het nou op het platteland of in de stad is. In beide gevallen is het gewoon heel erg schadelijk. En moet je mensen er ook van doordringen van, wij zijn niet een of andere partij die regeltjes op wil leggen, maar we maken ons zorgen over A, de volksgezondheid en B, de overlast die het veroorzaakt en de schade.